wordt onbetaalbaar. De verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar. 1 minuut om uw standpunt te verduidelijken. Meneer Roemer, u mag beginnen. Dank u wel. Of onze voorzieningen betaalbaar blijven, is een politieke keuze. Investeren we in straaljagers of investeren we in de thuiszorg? U kiest voor het eerste, ik kies voor het tweede. Bouwen we 5 baans snelwegen of bouwen we fijne verpleeghuizen? U kiest voor het eerste, ik kies voor het tweede. Subsidiëren we villa's of bouwen we eindelijk eens een keer betaalbare huurwoningen voor onze jongeren? U kiest voor de eerste, ik kies voor het tweede. Verlagen we de belasting voor topinkomens en multinationals of zijn we nog eens eindelijk zuinig op de pensioenen van onze ouderen? U kiest voor het eerste, ik kies voor het tweede. Of we onze voorzieningen in stand kunnen houden, is een politieke keuze. Haal het geld waar het zit, bezuinig op verspilling en bureaucratie, dan krijgen onze ouderen hun zorg, dan krijgen onze kinderen goed onderwijs en dan krijgen onze jongeren betaalbare woningen. Hart hebben voor de samenleving, meneer Rutte, dat schrijf je echt met een T en niet met een D. Meneer Rutte. Het mooie van Nederland is dat als iemand echt in de problemen zit, dat we er dan staan voor elkaar. En dat hoort ook bij een fatsoenlijk land. En ik zal er altijd voor knokken dat dat zo blijft. Dat we dat zo kunnen houden. Maar dan moeten we wel maatregelen nemen. Er zijn nu 4 mensen die kunnen werken, die de AOW opbrengen voor 1 iemand in de AOW. Over enige tijd zijn dat 2 mensen die kunnen werken. We betalen nu 1/4 van ons inkomen aan de zorg. Als we niets doen, is dat over enige tijd bijna de helft van ons inkomen. Daarom moeten we zoveel mogelijk mensen aan de slag helpen. We moeten niet kijken wat mensen niet kunnen. We moeten kijken wat ze wel kunnen. Sommigen zeggen het is sociaal om een uitkering te geven. Maar ik vind het veel socialer om iemand aan een baan te helpen. Een baan geeft zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, geeft sociale contacten. En daarom gaan deze verkiezingen over 3 dingen. De banen en de banen voor Nederland. Ja. Meneer Roemer. Ja. Ik wil je uiteraard heel serieus nemen. Maar als dan feit is dat we de afgelopen 2 jaar meer dan 100.000 werklozen erbij hebben, dan bent u op zijn zachtst gezegd er niet echt in geslaagd. 2, als wij in Nederland al jarenlang de afspraak hebben dat wij mensen met een beperking, minstens 1% van ons overheidspersoneel zou mensen met een beperking moeten zijn. Al jarenlang slagen we daar niet in. U heeft er niets aan gedaan. Als wij mensen in de sociale werkvoorziening aan het werk hebben, dan doen ze nuttig werk waar ze normaal voor betaald krijgen, met begeleiding die erbij hoort. Als u die begeleiding weghaalt en als u het aantal banen daar weghaalt, dan hebben die mensen niet morgen in één misschien keer een andere baan. Misschien kunt u daar even op reageren. Ja, dan zijn die mensen werkloos thuis achter de geraniums. Over het aantal mensen dat met een beperking aan het werk zou moeten, heeft u gelijk. Daar maken we te weinig meters, daar moeten we echt meer voor elkaar krijgen. Daar heeft u absoluut een punt. Maar nu over de werkloosheid. Nederland is ten prooi gevallen, zoals heel Europa, aan een schuldencrisis. We hebben nog steeds de ene laagste werkloosheid van Europa. En de grote vraag is nu, hoe gaan we dat probleem oplossen? Gaan we ervoor zorgen dat de mensen aan het werk komen? Ja. En tussen u en mijn partij, meneer Roemer, ik kan het niet mooier maken. Het is letterlijk wat de heer Teulings zei. Er zitten 500.000 banen, ongeveer dus de stad Rotterdam. 2.500.000 eraf bij u, 2.500.000 erbij bij mij. En dat komt omdat ik niet kijk naar wat mensen niet kunnen, maar wat ze wel kunnen. Dus ik wil niet mensen in die uitkering steeds hogere uitkeringen geven en zeggen, blijft u daar maar zitten. Ik wil dat we kijken wat ze wel kunnen, meneer dat ze aan de slag komen. Ik leg het u graag 1 keer uit. In de komende 4 jaar is ons banenprogramma beter dan die van de VVD. En als u ergens voor over 2040 ergens met een aantal mensen wil filosoferen over banen in 2040 op een stoffige zolderkamer, dan mag u dat vooral doen. Waar de mensen nu recht op hebben, is nu werk als je werkloos bent. Ik wil u een voorstel doen. Ik heb al vaker gezegd, ik wil 3 miljard investeringsplan gaan lanceren om te zorgen dat mensen nu en het komend jaar aan het werk gaan. Wilt u met mij samen dat investeringsplan op gaan stellen, zodat de bouw uit de slop komt en mensen die nu werkloos thuis zitten en bedrijven die failliet zijn gegaan, vanaf 2013 ook eindelijk weer eens een keer vooruit hebben? Ik heb het investeringsplan bekeken en dat investeringsplan komt erop neer dat in Nederland voor de bedrijven de belastingen fors omhoog moeten. Het komt erop neer dat u bijvoorbeeld heel zwaar gaat invoeren belasting op vrachtauto's, wat heel slecht is voor onze economie, voor Nederland als handelsland. Dus ik vind dat een slecht plan. De intentie is goed. Maar wat ik wil, en u zegt dat komt pas in 2040, nee, die banen komen vanaf 2016, 2017 met tienduizenden binnen, terwijl ze bij u met tienduizenden worden afgebroken. In 2017... En dat komt omdat wij, en dan mogen we het ook met elkaar wel benoemen, een verschil van visie hebben. In 2000... De visie die ik heb op mensen is dat ik wil kijken wat ze wel kunnen. Ik heb de afgelopen dagen de deelnemers aan de Paralympics die goud wonnen mogen bellen. Inmiddels hebben we daar al 6, ik dacht zelfs al 7 gouden medailles gewonnen. Stel je nou eens voor dat tegen die mensen gezegd was, het zit er niet meer in,
blijft u maar gewoon daar zitten. Deze mensen zijn nu topsporters. En zo wil ik naar Nederland kijken. Als mensen problemen hebben, staan we er. Maar vervolgens zorgen we er wel voor dat we ze op hun kracht aanspreken. Meneer Rutte, uw verhaal is precies tegenovergestelde van wat u doet. Mensen werken nu in een sociale werkvoorziening naar vermogen, waar ze ook naar vermogen betaald krijgen. U haalt ze daaruit. U haalt daar 60.000 banen weg de komende tijd. En u geeft ze geen alternatief, want die mensen worden niet aangenomen bij een reguliere baan. Dat weet u ook. Diezelfde kweker waar wij geweest zijn, samen geweest zijn, daar wordt het begeleiding van mensen weggehaald. Die mensen die zeggen, ik heb verstand van planten, niet van mensen. Als u die begeleiding weghaalt, dan gaan deze mensen van de sociale voorziening gaan ook weg, Robert, komen thuis te zitten. En dan haal ik ook de Polen naar mijn Wij delen de passie voor mensen die met een arbeidshandicap proberen te werken. Laat mensen die bijvoorbeeld in een sociale werkplaats zitten. Laat het dan maar de manier zien. Is niet wat u zegt. Laat die maar in zo'n mooi gebouw ergens in het weiland allemaal werk doen, wat helemaal door anderen is voorgeschreven. Ik wil dat deze mensen in normale bedrijven zoveel mogelijk normaal werk doen. En natuurlijk is er in heel veel gevallen noodzaak dat je ze financieel ondersteunt. Meneer Rutte, dat is precies het probleem. Nog geen 4% omdat, van de bedrijven. Omdat uw visie heeft deze is dat het beter dienst. Is dat ze in die mooie gebouwen in het weiland blijven. Ik wil dat ze gewoon zichtbaar zijn. Bij de Albert Heijn vakken vullen. Zullen in de groenvoorziening aan het schoffelen. Dat ze gewoon in de samenleving meewerken. In de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Dat ze er gewoon zijn. Dat ze gezien mogen worden. Want dat vind ik veel socialer. Zullen wij dan samen een quotum afspreken? Zullen wij dan samen een quotum afspreken dat iedereen verplicht is om een percentage mensen dan in dienst te gaan krijgen? Nee, dat wil de VVD ook niet. Dat is toch een idioot voorstel? Precies, dan is het wel dadelijk dus dat iemand daar werkt VVD, of dat dat moest van het grote Rutte, beroemer. Dus zit bij het de moet VVD. Omdat iemand het goed kan. Goed, dus heren, bij de VVD, ik moet het afronden. Deze mensen gewoon thuis achter de geraniums en niet bij mij. Dank u wel. Oké, we hebben even wat geluid in de zaal, zoals u misschien thuis ook hoorde. Het is weer stil, dus we kunnen verder met het debat. Ja, het was een fel debat, meneer Samsom. Met wie van deze twee debaters voelde u zich het meest verwant? Nou, dat is op dit onderwerp nou heel eenvoudig, met de heer Roemer. Want als het gaat om de verzorgingsstaat en het overeind houden ervan, ja, dan kan ik me absoluut niet verwant voelen met iemand die bijvoorbeeld hier met droge ogen zegt, ik kijk naar wat mensen wel kunnen, maar dan weer wil bezuinigen op het passend onderwijs. Het onderwijs aan kinderen die met een kleine handicap of een kleine beperking iets vooruit worden geholpen, zodat ze inderdaad het beste uit hun leven kunnen halen. Die bezuiniging stond er, die was gelukkig weg en u voert hem weer in. Daar kan ik het niet mee eens zijn. Precies. Over de verzorgingsstaat verder is natuurlijk wel het verschil met de SP dat wij al eerder hebben gezien dat om die overeind te houden we met z'n allen iets langer door moeten werken. Dus die AOW-leeftijd gestaag langzaam omhoog. Om op die manier ervoor te zorgen dat zorg, dat onderwijs, dat veiligheid op straat gewoon voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft. De verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar, is de stelling, meneer Wilders. Nou, het is interessant wat de heer Samson zegt. Want hij is er verantwoordelijk voor in Nederland dat we die verzorgingsstaat bijna niet meer kunnen betalen vanwege die enorm dure massa-immigratie, meneer Samson. 7 miljard per jaar. Somaliërs zitten 23 keer vaker in de bijstand. Nou heb ik de heer Samson, hij heeft weliswaar zijn activistenpet afgedaan, een das omgedaan en hij spreekt nu met twee woorden. Maar ik heb hem onlangs in de krant zien staan dat hij praatte voor een meer multicultie in Nederland. Ontzettend kostbaar. U bent voor meer Europa. U bent voor meer multicultie en meer islam. Meneer Samson, u hoort niet in het torentje thuis. U hoort in het theehuis thuis, samen met Job Cohen. De heer Samson, reageert u. Meneer Wilders, ik zat niet in het theehuis. Ik liep op straat als straatcoach. Ik heb letterlijk de klappen mogen opvangen wat integratie kan betekenen als het misgaat. Ben u voor en, daarom, en daarom sta ik niet zoals u te roepen langs de zijlijn ben over massa-immigratie. Het woord is aan de heer Samson. Bent u voor minder immigratie? Het woord is nee, aan de heer Samson. Ik ben voor betere integratie en dat is hard werken. Grenzen dat is hard open werken bij op de straat. Partij van Arbeid. Dat is hard werken door wethouders zoals Lodewijk Asscher in Amsterdam, die school voor school verbetert om de kansen van die kinderen te vergroten. En voor burgemeesters zoals Eberhard van der Laan in de top 600 en hun broertjes aanpakt. Je komt er niet goed uit. Integratie is hard werken. Ik ga terug naar de stelling. Ik ga terug naar de stelling, heren. De verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar, meneer Buma. Ja, want ik denk inderdaad dat de mensen thuis wel benieuwd zijn hoe het nu inderdaad met die verzorgingsstaat gaat. En volgens mij kunnen we hoopvol zijn, want de verzorgingsstaat is betaalbaar. Maar, dan moeten we eerlijk zijn, als we niks veranderen, is het niet zo.
Als we de arbeidsmarkt hervormen, de sociale zekerheid hervormen, de zorg hervormen, de woningmarkt hervormen, dan kunnen we ook de sociale welvaartsstaat blijven behouden. Maar dan zijn we er nog niet. Dan zullen we ook moeten zorgen dat ook die woningbouwcorporatiedirecteur niet alleen denkt aan zijn balken en de norm, maar ook aan het feit dat hij mensen een huurwoning moet geven. Dat die bankdirecteur niet alleen vage constructies moet verzinnen, maar ook aan zijn armere rekeninghouders moet denken. En als we die nieuwe moraal koppelen aan hervormingen, dan krijgen we een verzorgingsstaat en een welvaartsstaat die net zo goed is als nu, misschien nog wel beter dan nu. De heer Pechtel. Ja. Ik vind dat het beeld over verzorgingsstaat nu oproept alsof we als een soort boekhouders naar mensen kijken. Laten we ook even kijken die 50 jaar verzorgingsstaat die we nu hebben. Waar je ook naar kijkt, de kans om gezond te blijven, de kans om genezen te worden, de kans om werk te vinden, de kans om via school je te ontplooien. En zelfs vandaag bleek dat wij mannen 80 kunnen worden, de levensverwachting toeneemt. Dan is de vraag natuurlijk, hoe gaan we dat betalen? En wat daarvoor nodig is, een stabiel kabinet. Waar we de tegenstelling die we hier zojuist zagen, elkaar precies de maat nemen, zelfs over zoiets als arbeidsgehandicapten, waarvan ik denk, ja, laat die bedrijven nou maar eens mensen in dienst nemen. Daar waren ze ook over eens. Nee, want Rutte zegt, nee, het moet geen verplichting zijn. Het moet natuurlijk vrijblijvend. Of ze komen snel met een convenant, die werkgevers, of we zorgen dat die mensen, net als bij ons op de Tweede Kamer, waar veel van dat soort mensen publiekelijk werken. Dat is belangrijk. En wat we dus moeten doen de komende tijd, is in een stabiel kabinet, of het nou wonen, werken of zorg is, zorgen dat dit soort belangen gedeeld worden en dat we vooruitkomen. De heer Roemer. Mensen hechten heel veel waarde aan voorzieningen als ze ze nodig hebben. En een voorziening is nooit een probleem. Voorziening is een oplossing voor een probleem waar mensen tegenaan lopen. En wat er de afgelopen jaren natuurlijk gigantisch fout is gegaan, is dat veel mensen op heel verantwoordelijke functies hun werk niet hebben uitgevoerd. In plaats van betaalbare huurwoningen te bouwen, zijn ze dure boten gaan kopen. In plaats van goede zorg te verlenen, zijn ze op de Zuidas gaan zitten met een paar verdiepingen en met grote auto's voor hun bestuurders. Dat is een morele crisis. Precies. Een morele crisis die de zorg en onze samenleving duur maakt. En waar de heer Buma terecht ook een opmerking over had, dat moeten we nu hard gaan aanpakken. En dan is onze voorzieningenniveau op orde en betaalbaar voor de toekomst. De heer Wilders. Ja, dat weet ik. Ik maak een bezwaar tegen het woord hervormen. Iedereen die de mensen in een portemonnee wil pakken, gebruikt het woord hervormen. Hervormen van de hypotheekrenteaftrek betekent dat je het kwijtraakt. Hervormen van de zorg betekent dat je eigen risico omhoog gaat. Hervormen van het ontslagrecht betekent dat je eerder op straat komt te staan. Het domste wat je kan doen in een economische crisis. Wat Kunduz van plan is, de partijen die daar op de heer Roemerna aan de overkant staan, is om de AOW-leeftijd te verhogen en het ontslagrecht te versoepelen. Wat betekent dat? Dat we meer uitkeringsgerechtigden krijgen, dat er niemand extra aan het werk komt en dat de verzorgingsstaat alleen maar op een domme manier wordt uitgehold. En weet je wat u krijgt? Als je niet hervormt, meneer Wilders, dan krijg je het programma zoals u dat heeft. Beste programma. Leuk tot 2017, maar daarna. Leuk tot 2017, geef ik u mee. Maar daarna bestaat Nederland bij u ineens niet meer. Terwijl het om de toekomst gaat. U bent in de wacht. Europa, Europese Unie bestaat niet meer. De heer Rutte, kijk. Mensen die nu thuis in deze kakofonie kijken, die maken zich zorgen. Wow. Over hun baan, over hun huis, over hun spaargeld, toekomst van hun kinderen. Dat is waar mensen mee bezig zijn. Ja. Dat was en de grote vraag dat was dus, uw tekst. Hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk nieuwe banen creëren? Hoe zorgen we ervoor dat we Nederland weer aan het werk krijgen? Ja. Ik ben het eens met de heer Buma. Ja. Eens met de heer Buma en zijn kritiek op de heer Wils, maar het geldt ook voor Roemer, dat in feite die twee partijen de problemen voor zich uitschuiven. We zullen maatregelen moeten nemen. Ik geef het woord nog even aan sterker uit de crisis Pechtold, te komen. Tot slot. Ja, en dat is prachtig. Ik bedoel, ik hoor eigenlijk de hele oppositie de afgelopen anderhalf jaar praten als u zegt mensen maken zich zorgen. Ja, daarvoor heeft u het wel, omdat u geen enkel plan had toen Wilders wegliep, uit uw handen laten vallen. Meneer Rutte, ik zou iets minder trots zijn, want dankzij u staan we hier vandaag en vragen voor de derde keer in 6 jaar steun van de kiezer. Wat we nodig hebben is een stabiel kabinet, meneer Rutte. Laat die Wilders los en zorg dat we ook niet doorschieten naar de andere kant. Daar ligt de oplossing. Hartelijk bedankt. Hartelijk dank voor uw bijdrage.